we gaan vandaag met dieren spelen. Wij gaan vandaag toveren. Ik heb een toverhoed meegebracht en daar gaan wij dieren uit toveren. Van die wilde safari-dieren en van dinosaurussen. Maar dat gaat waarschijnlijk al een boeltje worden, want zo goed zijn mijn toverkunsten niet. Dus we gaan moeten kijken welke diersoort, dinosaurussen of de wilde safari-dier, welke tover ik het meeste van. En jullie gaan mij daarbij helpen. Zijn jullie er klaar voor? Kennen jullie trouwens een hele goede toverspreuk? Robin, ken jij een goede toverspreuk? Kom eens vertellen. Ik kan vertellen. Wat is jouw beste toverspreuk? Wat is jouw toverspreuk? Hocus? Focus, la la la. Hocus pocus, tralala. Gaan we die ook proberen thuis? Ja? Oké, gaan we samen hocus pocus, tralala. Ik pak de toverhoed en dan zijn we klaar. Oké, toverspreuk. Hocus pocus, tralala. Oh, wat zit erin? Was dat? Leeuw. Een leeuw. Oké, zit er nog iets in mijn toverhoed? Was dat een? Olifant. Olifant. Zit er nog iets in mijn toverhoed? Kijk eens. Een neushoorn. Een neushoorn. En is er nog iets in mijn toverhoed? Nee, die is helemaal leeg. Oké, dat waren onze diertjes. Nu gaan wij dinosaurussen toveren. Oké. Zeg jij de toverspreuk? Doen jullie mee met de toverspreuk? Oké, Robin, zeg de toverspreuk maar. Hocus pocus, la la la. En, zit er iets in? Ja. Wat is dat? Een T-Rex. Wat zegt die? Ja. Zit er nog iets in? In de toverhoed? Baby water. Wat is dat? Een brachiosaurus. Goed, zet de brachiosaurus weer op tafel. Zit er nog een dinosaurus in de toverhoed? Wat is dat? Een dinosaurus. Een triceratops. Triceratops. Goed zo, zet maar op tafel. En zit er nog iets in? En het is een pterodactylus. Laat maar eens zien aan de kindjes. Kijk, een pterodactylus. Oké. Oei, Robin, kijk. We hebben er een rommeltje van gemaakt. Wat moeten we doen met de tafel? Wat moeten we doen met de tafel, Robin? We moeten dat een beetje gaan sorteren. Want zo kunnen we niet zien hoeveel dinosaurussen hebben en hoeveel van de wilde safari dieren. We zitten aan de in. Even wachten. We gaan eens kijken. Hè. Een olifant. Zetten we daar. Een leeuw zetten we hier. Een neushoorn zetten we hier. En dat zijn onze wilde safari dieren. Nu ga ik die overal een vriendje geven. Dus ik heb 1, 2, 3 wilde safari dieren. En ik geef onze olifant. Daar komt dit vriendje bij staan. Onze brachiosaurus. De T-Rex komt bij de leeuw staan samen. En onze pterodactylus komt bij de neushoorn. Maar er is geen vriendje voor de triceratops. Oh, dat wil zeggen dat er meer dinosaurussen zijn dan de wilde safari-dieren. Kijk, die staan op een rijtje. Ik heb 1, 2, 3, 4 dinosaurussen en 1, 2, 3 wilde safari-dieren. Ik zie dus dat 4 meer is dan 3. We gaan nog eens toveren. Oké, Robin, ben je klaar om weer te toveren? Ja, heb je de toverhoed weer bij? Jij mag de toverspreuk zeggen. Zet me zeggen maar de toverspreuk. Hocus pocus, la la la. We gaan eens kijken. Wat zit er in de toverhoed? Een... Haal het er maar uit. Een... Wat is dat? Leeuw. Neushoorn. Goed zo. Nijlpaard. Oei, een krokodil. Een krokodil en die pet in jouw bil. Is er nog iets in het toverhoed? Nee, het toverhoed is leeg. Nu gaan we de dinosaurussen toveren.
We gaan dinosaurussen toveren. Zit er iets in? Nee, zit niks in. Kijk, de hoed is helemaal leeg. Nu gaan we toveren. Doe maar, tover maar. Hokus pokus, la la la. Wat zit erin? Wat zit erin? Dat is spannend. Een dinosaurus. En maar? Een ankylosaurus. Ankydosaurus. Goed zo. Oké, zit er nog iets in de toverhoed? We gaan kijken. Wat is dat? Een triceratops. Maar dat zien aan de kindjes. Laat me laten zien, hè. Laten zien, hè. Een triceratops. Goed zo. En, vertel eens, zit er nog iets in? Nee. Nee, helemaal leeg. Zeg ons op tafel. Kunnen we zo tellen welke soort bij elkaar hoort? En hoeveel er zijn per soort? Nee, hè. Dat is een rommeltje. Dus we moeten dat gaan sorteren en juist zetten. Helpen jullie thuis mee? Oké, kom maar dichterbij. Zo is het maar een rommeltje. Ik zie dat hier een neushoorn staat. Ik zie dat hier een krokodil staat. Ik zie dat hier een leeuw staat. En dat hier een nijlpaard staat. En nu ga ik bij elke soort een dinosaurus zetten. Bij elk dier. De ankylosaurus zet ik hier. De triceratops zet ik hier. En de T-Rex staat hier. En ik zie 1, 2, 3, 4 safari dieren. 1, 2, 3 dinosaurus. En ik zie dat er hier staat nu niemand. Dat de safari dieren met veel meer diertjes zijn dan de dinosaurussen. Want hier mist een vriendje. Dus dat wil zeggen dat de safari dieren met meer zijn. 4 is meer dan 3. We gaan nog eens toveren, Robin. Ben je klaar om weer te toveren? We hebben jouw toverspreuk nodig. Kom hier, kom. En ik wil dat er weer dinosaurussen in zitten. Tover jij voor mij dinosaurussen, Robin? Hokus pokus, la la la. Wat zou erin zitten? We gaan eens kijken. Welke dinosaurus zit er in de toverhoed? Een T-Rex. Een Brachiosaurus. Wat zit er nog in onze toverhoed? Een, wat is dat? Triceratops. Triceratops. Een Ankylosaurus. Heb je gevonden? Een Pterodactylus. Oké, Robin, nu gaan we wilde safari dieren toveren. Jij zegt weer de toverspreuk. Oké, pakket, la la la. En wat heb je getoverd? Pak het maar. Zoveel! Wow. Allemaal zoveel dieren. Leg ze maar snel op tafel. Wow. Oh jee. Ik zie dat Robin er een rommeltje van gemaakt heeft. We gaan dan weer moeten sorteren en moeten kijken van welke diersoort we het meeste hebben. Van welke soort we het meeste hebben. Hebben we meer dinosaurussen of hebben we meer wilde dieren? En hoe gaan we dat weer doen? We zetten ze weer op een rijtje en zetten ze weer mooi bij een vriendje. Zoals jullie zien, we hebben hier een hoop dieren. Ze staan weer door elkaar. Maar dan gaan we direct weer oplossen. We schuiven een beetje eruit, zodat we het op de plaats hebben. We zetten hier onze leeuw. Hier op het hoekje. Dan. Daarachter. Daarnaast zetten we dan de neushoorn, nijlpaard en de krokodil en de giraf en de olifant. Dit zijn onze wilde safari. Hier hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu gaan we onze dinosaurussen achter zetten. Hier komt een dinosaurus. Hier onze brachiosaurus. Hier komt onze pterodactylus. Hier komt onze triceratops. En hier komt onze ankylosaurus. En wat zien we? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wilde dieren. 1, 2, 3, 4, 5 dinosaurussen. Hier is er een lege plaats. Dus dan zien we sowieso dat dit rijtje langer is. Dit zijn er meer dan de dinosaurussen. Er zijn minder dinosaurussen en meer wilde dieren. En hoeveel minder? Eentje minder, want hier staat een plaatsje leeg. Dus 5 is minder dan 6. Ik hoop dat jullie ook leuk vonden om met ons te toveren en met ons te tellen. Als je thuis ook zo telprobleempjes hebt met toveren, dan kan je dus zelf het ook zo mooi onder elkaar zetten. En dan kan je dus ook weer handig tellen. Goed, Robin, wat zeg je nog tegen de kindjes? Oei, Robin is weggetoverd. Robin is weggetoverd. Ah! Hokus pokus, tralala! Wat zeggen we dan? Tot de volgende keer! Dag!
Tadaa!